16 jaar is hij pas, maar nu al behoort hij tot de top van de Nederlandse bokswereld. Ilaj Camara uit Nijmegen. Gisteravond bokste hij zijn belangrijkste wedstrijd tot nu toe. In zijn geboortestad kon Ilaj namelijk Nederlands kampioen worden. Het is een belangrijke avond voor bokser Ilaj Camara. Hij vindt het fantastisch om in zijn eigen stad misschien wel Nederlands kampioen te worden in zijn gewichtsklasse. Ja, ik vind het goed en ik zou graag de titel willen behalen. Ja, maak je een beetje kans? Ze zeggen van wel. En ze, dat zijn de boksdeskundigen. Volgens hen is de 16-jarige bokser uit Nijmegen een grote belofte. Ja, Ilaj is een zeer groot talent. Hij heeft absoluut de potentie om door te stoten naar de nationale en misschien ook wel internationale top in de bokswereld. Absoluut. Vanavond moet Ilaj het opnemen tegen een lastige tegenstander. Gelukkig wordt hij gesteund door een van zijn meest trouwe supporters, zijn moeder. Op het begin was moeder een beetje bang ervoor, maar nou niet. Nou vindt ze het goed. Ja, waarom nu wel? Omdat ze ziet dat ik het kan. Maar vanavond gaat het wat minder. Ilaj zit niet lekker in de wedstrijd. En dat zien ook zijn coaches. Houd die dekking! Het lijkt erop dat de jonge bokser deze wedstrijd gaat verliezen. Weet je nog? Weet je het wel? Ik zien dan al, hè? Nou, gaan, hè? Iedereen ja, leert daarbij. Kom op, hè? Maar ondanks de pep talks en de aanmoedigingen van het publiek weet Ilaj de wedstrijd niet te winnen. De titel gaat aan zijn neus voorbij. Hoe ging het? Ja, niet zoals verwacht. Ik dacht dat het wel kon. Geen Nederlands kampioen, wat nu? Ja, nu wachten we het volgende gevecht. En dan ga je hem pakken? Sowieso.